Jessie, we moeten het glas vasthouden! Alex, voorzichtig! Voorzichtig! Waar moeten we heen? Alex, we moeten samenwerken, oké? Okay? We moeten een parcours afleggen. Kom. Oké, ik loop nu naar achter, maar dan moet jij meelopen naar achter. Ja, dan kunnen we alleen halen. Kijk hoe lang mijn armen zijn. Jessie, over lange armen gesproken. Er vallen hier letterlijk auto's naar beneden zo meteen. Alex? Dus kijk alsjeblieft uit dat stoppen, het glas niet breekt. Stop! Okay. Alex, stop! Stop! Laat me worden! Wat doe je? Oké, okay, je zorgt er bijna voor dat ik aangereden werd. Nee! Alex! Oké, Alex, we moeten samenwerken, dat zie je toch. Ja, maar je moet niet ervoor zorgen dat ik word aangereden door een auto, oké? Okay? Ja, hallo, sorry. En waarom heb ik hem zo hoog vast? Zo groot is dat glas nog niet eens. Oké, okay, we moeten samen, we moeten even gaan tellen. En waarom vliegen er trouwens auto's uit de tunnel? Dat is echt heel erg raar. Dat vraag je aan mij. De enige zorg die ik nu heb is dat dit glas het gewoon overleeft. En dat het veilig aankomt bij het huis waar we hem moeten brengen. Rennen! Ik val hier, Jessie, kijk uit! Wat doe je met je armen? Hoe gaan we dit doen? Ik weet het niet. Ik ben hier niet voor gemaakt om glas. Want dan loop ik aan deze kant en loop jij aan de andere kant. En dan moeten we hem niet laten vallen. Ja, de klant gaat echt heel boos worden al laten we dit stuk glas vallen. Ja, maar we hebben al een stuk glas laten vallen. Springen! Ja, oké, maar dat hoeven ze niet te weten. Oké, we hebben een nieuwe gehaald. Oké, jij gaat op de rechter ladder, ik ga op de linker. Kijk, laten we snel hier achter staan. Uit die tunnels komen dus blijkbaar allemaal auto's. Oké, maar waar moeten we heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Ik denk dat we wel gewoon kunnen... Alex, kijk uit de auto! Lopen. We moeten hier naar rechts. Alex. Ik viel er bijna doorheen. Maar we komen hier wel boven. Dit is perfect. Dit gaat helemaal goed. Je moet niet vallen. Kijk uit. Ja, maar Jessie, als we dit raam nog ergens moeten kunnen ophangen bij de McDrive waar we hem moeten bezorgen, dan moet hij wel heel blijven. Ja, dat weet ik. Alex, je moet niet zomaar gaan rennen. Trouwens, als we bij de McDrive zijn, kunnen we dan meteen wat lekkers halen. Ik heb wel honger. Jessie, we zijn aan het werk vandaag. We kunnen niet zomaar elke dag kipnuggets gaan halen. We hebben vanochtend al kipnuggets gehaald. We kunnen toch een pauze houden? Ik dacht dat jij helemaal gek was van kippen. Ik dacht dat je geen kippen at. Nee, dat jij nou de hele tijd kipnuggets bestelt. Ik eet dat toch niet? Kijk nou uit, want er zat weer bijna een auto op je hoofd. Oké, lopen, rennen, Oké, we mogen hier echt niet doodgaan. Jessie, terug. Lopen, rennen, Wachten. Dit ging echt maar net goed. De McDrive-eigenaar die gaat boos worden als we er weer eentje slopen. Dat weet je, Alex. Ja, we lopen er gewoon rustig doorheen. Kijk uit voor die sloopkogel. Nee. Ik wist niet dat je ging. Je moet wel zeggen dat je gaat, oké? We hebben een checkpoint gehaald. We zijn helemaal aangekomen veilig op de bouwplaats. Maar dit is nog niet bij de McDrive waar we moeten zijn. Die is echt een stuk verder. Maar moeten we hem niet juist afleveren op de bouwplaats? Ik snap er helemaal niks meer van. We moeten hem niet op deze bouwplaats afleveren. We moeten Alex! Je hebt hem laten vallen! Nee, jij. Je moet wel mee wachten. Ik was afgeleid. Ik zat aan kipnuggets te denken. Oké, Alex, we moeten het slim aanpakken. Ik pak het hartstikke slim aan. Kijk eens hoe lang mijn armen kunnen worden vandaag. Dat is niet normaal dat jij hem nou deze keer laten vallen. Oké, we hebben hem niet allebei één keer kapot laten vallen. Hey, we moeten naar boven, Nee, de McDrive is aan de andere kant. We moeten niet naar de andere. We moeten naar boven. Nee, we moeten hierheen. Jessie, daar komen we toch vandaan? Sorry, ik heb honger, oké? Dan kan ik nog wel eens een foutje maken. De McDonald's is de andere kant op waar we moeten zijn, oké? Weet je wat? Houd dat maar in je gedachten. Dat we aankomen bij de McDonald's. Niet trekken, alsjeblieft. Wat is dit voor een gevaarlijke McDonald's? Jessie, jij moet meer hierheen komen, anders kan ik de sprong niet wagen. Oké, gaan we tegelijk springen naast elkaar? Oké, 3, 2, 1, go! 3,5! Alex, 3,5 bestaat niet! Springen! Natuurlijk bestaat 3,5! Springen! Oké, daar gingen we bijna net goed. Je moet echt beter zeggen wanneer je gaat springen, oké? Ja, sorry! Oké, ik ga springen. Alex, je kan hier ook dingen kopen. Een rocket. Ja, Jessie, kom nou terug. We kunnen daar niks kopen. Ik sta hier op deze steen en ik heb een beetje hoogtevrees. Ik heb honger. Ik raak gewoon de hele tijd afgeleid. Ja, ik meen dat je hem afgeleid. Nee! Blijf erop, blijf erboven! Alex, kom! Ik red je! Je hebt me gered! Dat heb jij mij te danken, hè? Dus ik vind dat jij mij moet trakteren op kipnuggets. Oh, Jessie, kan je niet gewoon een hamburger halen in plaats van kipnuggets? Ik hou van kippen. Nee, dan doe ik wel hamburger. Rennen. Kijk uit, blauwe auto. Groene auto! Oh, nee. Die zijn vast en zeker ook op weg naar de McDrive. Zullen we anders via de rechterkant lopen? Ja, we gaan via de rechterkant lopen. Oké, maar blijf op de balk staan. Hieronder staat namelijk heel veel cactus. En het is niet fijn om daarop te landen, kan ik je vertellen. Nee, ik wil niet op de cactus landen. Dat is niet leuk. Oké, we moeten hier de bocht om. Kijk uit dat je armen niet te ver strekken. Dan heb ik niet alleen cactus. We willen ook een cactus. dat is heel anders.
anders dan een cactus plant cactus hier binnen. Ja, dat weet ik. Oh, het was een grapje. Eeuw. Huh, wat is dit? Hint. Hier staat een hint. Walk on the zipline. Oftewel, loop op de zipline. Alex, ik kan geen Engels. Nou ja, er staat lopen op de zipline. Ik heb het toch verteld. Oh nee, wacht eens even. Ik ben wel een boelwalk aan het doen. Ik ben achteruit aan het lopen. Dus kijk, uit toch niet vallen, hè? Nee, ik ga niet vallen. Ik kan dit met mijn ogen dicht. Zo. Oh nee, er zijn hier allemaal sloopkogels weer. Waarom maken ze het zo moeilijk? Konden we het glas niet gewoon per helikopter bezorgen of zo? Of met een auto, maar dan konden we meteen langs de McDrive. Alex! Oh, Jesse, kijk nou, Jesse! Snel hier komen! Maar de echt gelukkig kapot gegaan. Rennen, daar ga ik bijna. Alex, dit is veel te spannend. Hé, maar wat is dit? Je kan ook dingen kopen zoals een raket aan de zijkant van je scherm. Oh, dat zei ik net toch ook al. Maar zullen we hem gewoon kopen? Zullen we een raket kopen? Het is wel duur. Ik heb hem gekocht. Wat kan ik nu mee? Dan kan je... Wow. Ik heb hem niet gekocht en nu moet jij hem testen. Ik ga een bom kopen. Oké. Heb jij de bom in je hand? Ja, maar we moeten uitkijken dat we met de bom niet dingen slopen. Hè? We moeten niet op glas slopen. Ik heb een bom. Slopen, nee, maar wat kunnen we hiermee slopen? Kunnen we de sloopkogel slopen? Oh nee, was mijn raket. Ik kan bommen gooien. Maar... Jesse, mijn raket die vliegt nu in de lucht. Ik ben hem kwijt. Ik ben mijn bom kwijt. Ik kon er maar één keer gebruiken. Mij 100 Robux gekost. Mijn 50 Robux. Ik heb het slimmer gedaan. Maar we krijgen van onze baas natuurlijk heel veel geld betaald om uiteindelijk dit glas te bezorgen. Dus als we het glas kunnen bezorgen... Ja, maar dat geld ga jij waarschijnlijk weer uitgeven in die McDrive waar we zo aankomen. Nee, want dat trakteer jij... Dat heb je gezegd. Dat trakteer ik. Weet je maar niet hoeveel geld ik net heb uitgegeven? Ik ben al mijn Robux kwijt net. Alex, weet je, ik trakteer jou wel, oké? Okay? Laten we het op die manier doen. Heb jij nog wel Robux over dan? Nee, maar we kunnen het ook gewoon stelen. Oh, ik heb een idee. Als we gewoon zeggen, geef ons 10 kipnuggets, anders krijg je niet het glas. Dat is een goed idee. Dat is wel een hele goeie. Ik vind dat als een soort salaris moet gegeven worden, weet je wel. Salade? Ik lust geen salade. Nee, niet een salade. Salaris. Ik wil kipnuggets. Dat is het geld wat je krijgt als je werk doet. Salaris? Ja. Nee, dat lust ik niet. Mijn juffrouw op school die zegt ook altijd dat ze alleen maar les wil geven aan mij, omdat ze er salaris voor krijgt, wat er geld is. Anders vond ze me namelijk een veel te lastige leerling. Ik wil, stop, ik wil geen salaris, Alex. Ik wil een hamburger. Kom. Oké, Jesse, over... Alex! What? Dat doe jij! Ik heb helemaal niks gedaan! De boom stond heel ergens anders bij mij! Oké, Alex, deze bomen vonden me niet aardig, volgens mij. Ik weet helemaal niet wat daar is misgegaan. Kom, we gaan op het vlot! Wacht. Alex, we hebben nu nog een glas gesloten. Dat gaat allemaal van onze salade af, hè? Nee, niet van onze salade. Salaris. Met een R. Salaris. Ja, en dat is dus een walrus, maar dan salaris. Oh, ik ben gevallen. Oh nee, Jesse, kijk nou uit met dat glas. Dat glas is breekbaar, hè? Kijk, ik kan dat gewoon. Ik kan super hoog springen. Oké, naar beneden! Oh, niet dat glas laten vallen. Ten alle tijden moeten we het glas vasthouden. Ik hou het van. Hoe gaan we dit nou doen? Deze auto is gewoon super snel. Alex! Alex! Jesse! Je moet wel op mij wachten. Je moet wel op mij wachten, Alex. Oké, rennen. Ik doe mijn best, maar kijk eens hoe snel deze auto's. Dit is onmogelijk. Hij is weer kapot! Alex, we moeten dit slim bedenken. Hoe gaan we dit doen? Weet jij al hoeveelste keer... Stoppen! Auto voor auto. Auto voor auto. Oké, zeg jij maar 3, go. Ik luister op jouw go, teken. Jij go, go. En dan wachten we hier, Go, go, rennen! Nee, ik hoor er nog niet, go! Alex! Jesse, jij gaat toch geen go zeggen wanneer de auto er net aankomt? Ja, sorry! Oh, we hebben het gehaald. Ja, we hebben... Ik heb 39 Robux betaald en nu hebben we het gehaald. Dankjewel, dat gaat weer van jouw salade af. Het gaat van mijn salade af, Jesse. Wat jammer nou dat ik een paar stukjes sla minder kan eten dan jou zometeen. Ja, en ik heb lekker kipnugget. Oh, ik wil echt een hamburger eten zometeen en een ijsje. Ik wil een kipburger, dat is veel slim. Of een hamburger. Waarom kan je de hele tijd kip eten? Heb je niet gezien wat er op mijn hoofd zit? Er zit letterlijk een kippenmasker op mijn hoofd. Ja, maar die ga ik niet eten. We kunnen ook een hamburger eten en dan koop ik ook kipnuggets en dan leg ik die kipnuggets op de hamburger. Ik denk Nee, waarom zoveel kip? Dat ik dat lekker vind. Jesse, we moeten dus wel een beetje meelopen met dit vlot waar we de hele tijd op zitten. En dat glas, dat gaat echt een keer. Het gaat alle kanten op. Nee, dat komt helemaal goed. In één keer door. Oké, die rivier was heel hek. We moeten wachten tot de slagboom open gaat. Dan kunnen we namelijk door naar de McDonald's waar we nu bijna zijn aangekomen. Kunnen we hier overheen? Nee, dit hebben we net ook al gedaan. Dit lukt ons makkelijk. Oh, dit kunnen we. Deze keer loop jij voorop, hè? Ja, komt helemaal goed. Oké, ik doe het achteruit. Je sleept me mee. Ja, Ale.
Kijk uit! Kijk ja, ik kijk uit. Oh. Er is niks wat ik liever wil dan dat het glas niet gaat breken. Hint. Loop op de zipline. Alweer? Dat kan ik wel. Oh nee, deze is een stuk kleiner. Deze is veel dunner. We moeten een bocht maken. Deze is heel klein. Yes, je moet echt bij elkaar blijven. Oké, okay, lopen. Ik val bijna. Ik val bijna. Alex, ik val bijna. Ik wil niet naar beneden. Oh, kijk uit. Er komt hier weer een hele grote boom. Die boom zit aan de andere kant. Alex, er zitten allemaal noobs. We mogen... Oh nee, dit gaat moeilijk worden. Kom. Wat doen al deze noobs hier zo? Oh nee, ze willen ons glas stelen. Deze noobs willen ons glas stelen, want dan krijgen zij onze salade. Nee, oh. Ja, ze willen allemaal onze salade stelen. Rennen. We gaan gewoon keihard rennen. We moeten hier overheen. Eroverheen? Waar moeten we overheen dan? Ik weet het niet. Wacht eens even. We kunnen hier reinforced glas kopen. Dan kan je het één keer niet laten breken. Zullen we dat kopen? Ik heb geen geld meer. Ik heb het al gekocht. Oh, oké, we hebben super sterk glas. Rennen, door de noobs heen. Ze mogen het niet weten. Oh nee. Mijn glas! Het is gebroken! We hebben hem nog. Wat gebeurt er? Ik vlieg alle kanten op. Wat gebeurde daar? Alex, dit is moeilijker dan ik dacht. Ja, hoe kunnen we hier doorheen komen? Ze willen allemaal ons glas stelen. Niet. Wacht eens even. Kunnen we niet hier op de zijkanten lopen? Oh. Lukt dat? Wacht eens even. We wacht eens even. Oké, daar gaan we weer. Oké, Alex, we moeten dan plannen bedenken hoe we dit gaan doen. Ja, maar hoe kunnen we al deze noobs afleiden? Ze komen letterlijk met z'n allen op het hek. We kunnen op het hek. Dat is zo slim, Jesse. Oké, maar je moet wel heel voorzichtig lopen. Ik loop achteraan, over het hek. Ik ben gevallen. Alex! Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Oh, nee. Rennen, Jesse, rennen! Rennen, via de zijkant gaan we. Via de zijkant. Ik ben er. Dit is zo slim. Alleen nu moeten we weer uitkijken voor de auto's. Oh, nee. We moeten weer tegelijk, ja? Oké. Oké. Go. Je telt helemaal niet af. Wacht. Alex, ik zei toch wachten. Alex, wacht gewoon op mij. Oké, ik wacht op jouw teken, ja? Ja, oké. Auto komt. Go. Wachten. En dan als de auto... Go. Wachten. Go. Ja! We zijn er. We hebben het gehaald. Maar ik zie de McDonald's nog steeds niet. Wat zei je? Oh. Ik zie de McDonald's nog niet. Ik zie hem ook niet. Oké, ik denk dat we gewoon heel rustig door moeten lopen. Jesse, je kan ook gewoon aan de andere kant lopen, hè? Oh ja, ik denk dat dat slimmer is. Weet je wat? We gaan wel gewoon aan deze kant. Jesse! Alex! Ik ga naar de andere kant. Oké. Ik ga aan de rechterkant, jij aan de linkerkant. Ik ga links. Oké, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Go! 3, 2, 1, springen! 3, 2, 1, springen! Springen! Dit zoomen we moeten doen! Dit zoomen we bij de McDonald's kunnen komen en... We zijn de verkeerde kant op gegaan. Alex! Oké, weer terug. 3, 2, 1, springen! Springen! 3, 2, 1, springen! Springen! Wij zijn zo dom! Oké, we zijn er weer. Wat moeten we hier nou weer doen? Gewoon lopen. Niks aan dan. Dit is een checkpoint, Alex. We hebben een nieuwe checkpoint gehaald en we kunnen er hier onder door. We mogen weer niet onder. Waar blijft die McDonald's? Ik ben moe. Die McDrive is echt super ver. Alex, wacht. Go! Lopen. Oké, hier kunnen we makkelijk doorheen. Hier hebben we nog nooit het glas bij kapot laten gaan, toch? Kan die McDrive niet gewoon voortaan zelf hun glas halen? Kunnen ze niet... Ja, inderdaad, ze rijden... Oh nee, is ook weer zo'n slagboom. We moeten volgens mij nog heel even wachten. Dit is niet handig als die... Oké, go. Alex. Kom snel. Dat ging me net goed naar de volgende. Oh nee. Alex. Nee. We moeten wel met allebei mee niks staan. Chocoladebar. Dit allemaal voor een salade. Zou dit die nieuwe Dubai-reep zijn waar we nu op staan? Weet ik niet. Maar die lijkt me heel lekker. Springen. Ik kom. Bedankt voor het laten weten. Ik was bijna vergeten om te springen. Oh nee. Ik zie in de verte weer allemaal van die noobs. Hier komen wel heel veel auto's achter elkaar. Oké, dit kunnen wij. En dan gaan we hier wachten. Je zei helemaal niet dat je wou gaan. Sorry. Alex, dit is ons laatste stukje glas. Als we deze breken, dan kunnen we nooit meer onze salade krijgen. Oh, eens even. Ligt ook helemaal niks meer op de vrachtwagen dus? Nee, er ligt niks meer op de vrachtwagen. Daar ging dat stuk glas bijna. Waarom is het zo? Dit is het allerlaatste stukje glas dat we hebben. Nee. Alex. Jesse, we hadden geen glas meer. Oh.
Dit was de video. Klik even hier de film een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. Ga weg in 3, 2, 1...